Dit is de Assassin's Creed Special Collector Edition, de Charing Cross Edition. Zo. Met Jacob Fry. Dat is mooi binnenkant hier. Charing Cross Station, een station in Londen. En je ziet hier ook de Rilsen. Zogenaamd, die dan het Assassin's Creed logo vormen. Wat zit er allemaal bij? De soundtrack. De Sound of Assassin's Creed. Met 30 nummers. De kaart van Londen. Een aantal plekken nog extra aangewezen en aan de achterkant zit reclame voor Asterix Syrup. Als je het verhaal speelt, weet je wel wie meneer Asterix is. En een artboek zit erbij. The Art of Assassin's Creed. The Art of Assassin's Creed Syndicate trouwens, met characters en weapons, met Westminster, The Strand, City of London, Whitechapel, Southwark, Lambeth en The Fiend. Het zijn de zes wijken van Londen en het Heems is de beroemde rivier die door Londen stroomt. Characters en weapons, ja, het zijn dus de hoofdpersonen, Jacob Fry hier. Een tweelingzus Evie Fry. Een paar beroemde personen die je tegenkomt. Of belangrijk in ieder geval. Wapens, zoals pistolen. Boksbeugels, natuurlijk. Mes. En dan plaatjes over de wijken van Londen. Dus Westminster, en bladeren even verder. The City of London. Dit is Southwark. Treinen gaan een rol spelen in dit spel. En dan nog de Thames, de rivier, de Thames River. En de rivier in Londen. Dan hebben we dus de kaart. Die zal ik even neerleggen. Dit is dus de kaart van Londen. 1868, het jaar dat het spel zich afspeelt. Je ziet dus de wijken Westminster, Lambeth, Southwark, Whitechapel, City of London, The Strand en de Thames, de rivier. Er staan wat tekentjes op. Dat zijn allemaal plekken die je kunt veroveren om zo invloed te krijgen op de wijk. En hoe meer invloed je hebt, hoe beter ook je team wordt en hoe slechter je tegenstander. En uiteindelijk kun je dus een gevecht houden om de wijk. En als je wint, dan is de wijk van jou. En dan zul je geen tegenstand meer hebben in die wijk. Er staan ook nog andere dingen op, zoals hier Victoria Station. Westminster Abbey, Westminster Palace, Buckingham Palace, St. James's Park. En wat ook heel leuk is, even zoeken, waar staat die? Dat is... Is dat Mansion House? Volgens mij niet. Er is iets met Camway. Ik zie het even niet zo snel staan, dat is jammer. Ik denk dat het dan... Mansion Houses, want het huis van Edward Conway, geloof ik, die na de avonturen van Assassin's Creed 4 in Londen is gaan wonen, die staat hier ook en dat huis kun je onderzoeken. Dat is wel heel interessant, dus het is ook een missie die zich daar afspeelt.
En dan zit de reclame voor Starbucks Syrup. Ja. Klopt natuurlijk niks van. En dan hebben we hier nog de soundtrack. Zie je het even. Dit is de Assassin's Creed Syndicate Sharon Cross Edition. Met Jacob Fry. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.